Yo, tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Loaded. Stel nou, je hebt een gigantisch bedrag gewonnen. Of je bent al in het bezit van een bankrekening waar Gordon jaloers op zou zijn. Wat moet je dan? Ik zou zeggen, vergeet Airbnb en slaap een nachtje in het penthouse van het Conservatoriumhotel. Oh ja, en trouwens, ik laat je zo meteen ook nog even zien wat de 3 duurste hotelsuites van de wereld zijn. Goedemorgen, ik kom voor de duurste hotelkamer die jullie hebben. Ik zou naar de kamer begeleiden. Is het wat ook? Zeker. Welkom in de penthouse. Nou, zeg maar house inderdaad. Ik zou je zo voorstellen aan onze general manager en die zal je alles vertellen over deze kamer. Deze ja. Nou, dankjewel, tot zover. Nou, maar even wachten op Roy dan. Even kijken of dit lekker ligt. Niet slecht. Roy. Hey Mark. Toch? Roy. Ja. Volgens mij ben ik in het duurste... Nou ja, ik wou zeggen de duurste kamer, maar het is echt een heel huis. Dit is onze grootste kamer en ook onze duurst verkopende kamer. En wat kost zoiets? En dit kost 10.000 per nacht. 10.000 per nacht. Zou je mij kunnen laten zien wat we dan dus voor die 10.000 euro krijgen? Voor deze 10.000 euro krijg je ramen die van de vloer helemaal naar het plafond lopen. En je kunt kiezen om je privacy te hebben om alle gordijnen dicht te doen. Moet ik dan bellen naar beneden? Ik kan het automatisch doen vanaf beneden. Echt? Als je dat wil. Ik kan in de computer zeggen gordijnen dicht. En ik heb een kleine keuken daar staan. Een keuken? Ja. Dus... Maar Roy, ik ga natuurlijk niet koken. Nee. De meeste mensen die komen en die toch een service nodig hebben, die hebben vaak een persoonlijk assistent bij zich. En kijk je in de keuken? Van het penthouse. Oké, okay, hier hebben we 2 koelkasten. En daar zetten jullie dan... Hier zetten we items die gekoeld moeten zijn voor de gasten en die zijn ijzer zijn. Het kan specifieke water zijn uit Fiji, uit Alaska. Komen die mensen met een hele lijst of zo? Hoeveel pagina's is dat gemiddeld? Gemiddeld 4, maar ik heb 16 nog gehad. 16? Dan lopen we richting het slaapgedeelte. Is dat ver lopen? Een minuutje of 10? Een minuutje 10. Hey, en we staan hier nu in de duurste hotelkamer. Ik ben wel heel benieuwd, wie heeft hier dan ingeslapen? Daar spreken we niet over. Nee? Nee. Maar ik heb natuurlijk wel, ik bedoel, hè, ik lees ook de krant. En wat maar, Justin Bieber? Ik kreeg een knipoog, Justin Bieber. Rihanna. Madonna. In dit bed, hè? Zou ik er heel even op mogen liggen? Toch nog een keer in bed gelegen met Madonna. Nou, dit maak je maar 1 keer mee. We gaan naar de badkamer. Een inloopdouche. Zo, dan kan je wel met z'n 500. Dan kun je met z'n 500. Je hebt wat ruimte. En dan... En vanuit hier ook heerlijk in het bad zitten. Ik zie hier ook een afstandsbediening liggen bij het bad. Je wilt toch televisie kijken? Je wilt toch televisie kijken? Zo is het ook. Oh, en daar zit je dan, in bad. Zo, zijn we weer terug in de woonkamer. De woonkamer. Is dit echt fruit? Oh. Ja. Ik dacht dat is nep, want... Ja, er staat een team staat op de poetscel. Je kan gewoon je eigen gezicht erin zien. Ja. Of je tanden erin poetsen. Ja. Roy, ik snap dat je niet te veel los wil laten over de mensen die hier al geslapen hebben. Maar heb je bijvoorbeeld zelf nog iemand waarvan je denkt, nou, die zou ik hier toch nog heel graag een keer willen ontvangen? Ja, ik zou het fantastisch vinden als ik een keertje Barack Obama met zijn vrouw Michelle zou mogen ontmoeten. Ja? Nou, ik hoop het van harte voor je. Ja, dankjewel. En ik wil je bedanken voor je tijd. Ja, dankjewel. En als je het goed vindt, kijk ik nog heel even rond. Oh, ja? Je bent mijn gast. Geef me heel veel momentje. Ik trek even mijn pyjama aan. Ja, ik zou graag de roomservice willen bestellen. Nou, en dit alles heb je dan voor 10.000 euro per nacht. Ja, daar moet ik nog even voor sparen. Maar wil je het nog veel bonter maken? Ja. Dan moet je naar New York, want daar betaal je voor een nachtje pitten in het Ty Warner penthouse van het Four Seasons Hotel ruim 50.000 euro per nacht.
Maar ja, dan heb je dus wel onbeperkt caviar en champagne. En heb je nog euro's over? Boek dan een nachtje in de Royal Penthouse Suite van Hotel President Wilson in Genève. Voor 53.000 euro is de slechts 12 slaapkamer tellende suite een hele nacht voor jou. En is alleen het allerbeste goed genoeg voor jou? Dan moet je in het Mark Hotel in New York zijn. Voor 66.000 euro per nacht krijg je toegang tot de Grand Penthouse. En je hebt je eigen riante dakterras. Vond je dit nou een leuke video en wil je meer van dit soort video's zien? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet vooral niet te abonneren op het YouTube kanaal. Hey, en heb je nou nog vragen over wat te doen met jouw poen? Stel ze hieronder en dan ga ik voor jou op pad.